Efteling, gezellig. Op een dag gingen een heleboel mensen van een gamekanaal naar de Efteling. Daar is ook gefilmd en dat gaan jullie nu bekijken. Het was leuk, net als deze video. Tot zo! Oh mensen, we staan vandaag in de Efteling met een heleboel mensen van de gamekanaal. Die gaan we nou even allemaal voorstellen. Ik ben Björn en ik ben gezellig met Timo in de Efteling. Ik ben Mark en dit is Kevin. Bad boys! Ik ben Kevin! Hey Nick! Hey! Hey! Hi! Hoop is een Remco. Hey, ik ben Joen. Hoi! Ik ook! Hey! Dames en heren, vandaag gaan we kijken naar de wilde eend in zijn natuurlijke habitat. De eend heeft zojuist de popcorn ontdekt. Wauw, wat een geweldige documentaire. Remco, wat vind jij er nou van? Geweldig, mijn beste kerel, dat meen ik toch. Ja, meen ik wel. Schoemen, schoen. Ja hoor, heel goed op je. Neem nou maar een ijsje. Kijk, hey, eetje, omdat het zo warm is buiten. Grappig hoor. Hallo Timo, we zijn op dit moment. We zijn de snelweg, de A58 richting Roosendaal. Het is rustig. Nee, je moet de andere kant op. Nee, wat doe je? Dat heb ik niet. Oh nee. Maar ja, ik moet me dus focussen op de weg, man. Focussen op de weg. Want als je niet zou sturen, dan zou het helemaal misgaan natuurlijk. Dan zouden we natuurlijk daar gewoon... Hé, hey, wie rij je daar nou weer? Wie zijn dat dan? Wegpiraten! Hé, hey, Timo, wat als jij nu de andere kant uitstuurt? Oh nee! Ja, wat het zeg maar is, ik heb mijn rijkunsten geleerd bij GTA San Andreas. Dat is echt een heleboel. We hadden zeg maar deze auto laten pimpen. Ja, en toen hebben ze besloten dat ze het dak wilden vastzetten met riemen. Ja, voor de sfeer. Voor de sfeer. Maar niet erg praktisch. Nee, praktisch is het niet meer. Praktisch is het niet meer. Ja, maar die zitten er ook niet meer in. Dus. Nou ja, goed. Dat was dus ons ritje. Bedankt voor het kijken. Dit was onze tour met... Bedankt voor de Chima Tours. We zien u graag terug in Italië ofzo. Salam! Dus. We zijn zeg maar iedereen kwijt. Ja. Maar we hebben kampvuur. Ah, wat mooi. En we leefden nog lang en gelukkig. Totdat we ze weer tegenkwamen. Remco is het thuis kwijt. Oh, dat klinkt kut. Wat vindt Remco daarvan? Geweldig! Oh, oké, dan is het goed, hè? Hey, laat die jongens met rust! Hey, doe het even niet! Ja, wat ze hier aan het doen zijn, weet ik niet, hoor. Maar kijk, Remco heeft zijn tas weer! En dan nu een super eng verhaal van Mark. Was is een kindje. Dat heette... Kindje. En dit is een kindje. Ei. Dat ging naar een huis toe. En voor op dat huis zat een spook. Bum, bum. Bum, bum, bum. Dat was eng. Ja, dat was eng, hè. En dan nu door naar MTV Cribs. Welkom bij mijn crib. Mijn mooie huis. Kom naar binnen, kom. Hier heb je. Natuurlijk, mijn mooie brug. Je moet overal pikken, want het is lekker knus. Zit je lekker warm binnen. Kom. Kom maar binnen. Maar hier is het alweer lekker ruim, lekker leeg, dan heb je een lekkere echo. En hier is mijn tv, mijn 97 inch plasma scherm. Mijn allemaal vrienden zijn altijd uitgenodigd. Kom, ga verder, ga naar beneden, kom. Kijk, een hele mooie trap heb je hier. Sneeuw op het dak. Oh. En heb je natuurlijk mij. Een hele mooie waterval. Dat zorgt voor alle stroom in mijn huis. En de omgeving natuurlijk. Ik ben goed. Kom, als je daar ziet, zitten al mijn slaven, al mijn medewerkers, zitten daar te doen. Zitten daar voor mij te werken en te vissen. Maar mensen, dit was mijn huis, dit was mijn crib. En nu opgesolemieterd. Weg, weg.
Zo, nu alleen nog het einde. Nou, dat was onze dag dus in de Efteling. Hebben we het leuk gehad, jongens? Ja! Ja! Oké, allemaal even doorzeggen, maar allemaal even de kanaal zeggen en zo. Ik ben Remco van NVL Productions. Abonneer allemaal even op meisjes. Jeroen van Aaron Egan. Yo! Ja, dat vind ik weer van ook Aaron Egan. Dus twee keer, we hebben twee keer. Wat, twee keer? Twee keer! Ik vond Gijs, ik ben Gijs en ik vond het fucking geweldig. En natuurlijk Jeroen bedankt voor het Jeroen. Even zo, Jeroen bedankt voor het filmen. Ja, abonneer op Gamelijk Orange. Gamelijk Orange, goed zo. Mijn drinken.